Ik ga vandaag Minecraft spelen, maar alles is in 2D. Ik moet proberen te overleven en een wereld te bouwen met de gelimiteerde materialen die ik heb. Dit wordt een enorm moeilijke opgave. Oké, jongens, dit is nieuw voor mij. Ik weet niet zozeer wat ik moet verwachten. Laten we eerst maar gewoon even op avontuur gaan. Ik denk dat dat wel verstandig is. Hey, een schaap! Nou, wat goed gelijk. Oké, jongens, we moeten gewoon lekker gaan survivalen. Dus ik hou deze schaap nog even hier. Want het doel is dat we uiteindelijk gewoon een schaartje hebben. Dan kunnen we ze gaan scheren. Hoe begin je Minecraft nou het beste? Natuurlijk door een boom te hakken. Ja. Mijn doel... Laat me eens met rust. Hallo. Dit is een dom schaap. Mijn doel is om natuurlijk gewoon Minecraft uit te spelen, maar dan in 2D, jongens. En ik begin met een prachtig huisje. Dat is mijn uiteindelijke doel. Een prachtig... Dat is uiteindelijke doel. Dat is helemaal niet mijn uiteindelijke doel. Met een prachtig huisje. Laat me nou eens met rust! Stom schaap, anders ga ik je gewoon niet scheren en dan vermoord ik je gewoon. Oké, we beginnen hier. Dit wordt mijn huis. Dit hier. Hallo, welkom in mij. Oké, dan moeten we eerst even een beetje gaan terraformen. Dan hebben we saplings nodig. A few moments later. Ik krijg geen saplings. Ze komen maar niet. Oké, jongens, we leven in schaarse tijden. We moeten het hout omzetten naar normaal hout en daarvan een huisje maken. Nou, daar gaan we. Wat een droevig huisje gaat dit worden. Hier zo. Hallo, welkom. Welkom bij McDonald's, mag ik een bestelling opnemen? Varken? Ja, dat hebben we wel. Wacht even. Hier de Angus Beef Burger voor u. Beef Burger. Oké, laten we even nog meer bomen hakken. Want anders komen we gewoon nergens. Jezus, wat een beesten ben je hier. Niet normaal. Nou, laten we deze bomen volmaken. Terug naar mijn huis. Even snel. Hey, jongens, ik zie kool. Daar. Er is kool. Dit gaan we zo meteen hakken, dit kool onder mij. Ja, we gaan het kool hier zo meteen hakken. Ja, want jongens, ik zie ook wat jullie zien. Wacht, laat ik mijn huis even afmaken. Ik vind het heel leuk, maar ik kom er nu niet meer in. Ik heb mezelf in. Oh, ik moet mijn huis al een normale ingang geven. We komen een beetje hout tekort, maar we zijn er bijna. Oh, ik ben sneller dan de cameraman. Ha, hij denkt dat ik die kant op ga. Nee, psych, ik ga toch die kant op. Wat is het ook fijn om bomen te hakken in Minecraft. En de zon gaat bijna onder, jongens. Dus laten we snel een bed maken, want ik heb geen zin in nacht. Een paard. Hallo, hoe noemen we jou? We noemen jou... Oh, lekker. Dit is vanaf hier wordt de content 18 plus, jongens. Vanaf nu heet je Shaniqua, oké? Okay? Shaniqua is je naam, tot ziens. Oh, oh, het wordt nacht, het wordt nacht, het wordt nacht. Ik heb een schaar nodig, ik moet gaan minen. Ik ga snel minen, jongens. Mijn huis, snel veilig mijn huis in. Hier, we gaan via het dak. Hoppa. Oké, okay, ik vind het helemaal prima zoals het nu is. Heb ik in principe wat glas nodig, maar laten we eerst de crafting table maken. Crafting table, die plaatsen we hier. En dan, ik heb een idee, ik ga het jullie makkelijker maken. Waarom kan ik mij ook niet gewoon een axe? Wat ben ik moeilijk aan het doen? Hij doet het niet. De houten axe doet het niet, jongens, weet je wat? Hier. Weg ermee. Oké, dit is mijn huis. Welkom. MTV Crips. Laten wij maken een pickaxe. Ha, prachtige pickaxe. Hier komt mijn mine. Hier buiten. Dit gelijk. Hier, dit is mijn mine. We gaan gelijk dat kool hieronder maken, want dan kan ik toortjes maken. Het is gewoon weer veel te donker. Stone Age! Dat zien jullie natuurlijk niet. Jullie zien geen achievements. Ik heb een achievement gehaald. Woehoehoe. Kan ik dit met een houten pickaxe hakken? Ja. Oh, maar we gaan wel even snel stenen pickaxe maken. Zo, hier, hoppakee. Kunnen één torch maken? Ik kan toch een torch maken hiervan? Ja, we hebben een torch. Er is licht. Oh, wat prachtig. Ik ga hem op mijn hoofd zetten. Ik kan hem niet op mijn hoofd zetten. Laat me met rust. Hier, ik ga mijn huis belichten. Zo, hoppa. Nou, laten we nu een stenen pickaxe maken. Gooi weer die auto, gooi je gelijk weg. Hop. There you go. Oké, nog even wat kool erbij, want dat is gewoon essentieel in de samenleving van Minecraft. Wat goed dat ik dit zo uit mezelf gevonden heb. Het is niet alsof ik onder de grond kan kijken. Hey, koper! Jongens, we hebben koper gevonden. Daar hebben we helemaal niks aan. Woehoe! Ah, jongens, ben je dat trappen minen ook altijd zo zat? Ga nou gewoon vanaf een bepaald punt rechtstreeks naar beneden. Wie weet vind je wel iets leuks. Nou, laten wij eens mijn best doen. Wie weet vind ik wel... Oh, ijzer! Hoe kan dat? Het is niet alsof ik het gezien heb, omdat alles 2D is. Nou, dit ijzer is voor mij. Hé, dit is trouwens twee ijzeren. Ik heb precies genoeg ijzer om gewoon lekker naar dinges, om een bed te maken. Want dat bouw je met ijzer, een bed. Dat bouw je totaal niet met wol of zo. En ik heb kool. Ja, hè, jongens, ik heb alles. Dit is het moment. Hier heb ik voor getraind. Oké, okay, we bouwen een furnace. Die gaat hier. Nee, die gaat hier. Nee, ja. Daar wil ik hem. Oké, okay, we hebben twee kool. Twee kool, wat zeg ik nou? Twee ijzer. Dan kunnen we schaap maken. Een schaar. Praten is soms moeilijk. Schaapjes, kom eens hier. Ik heb jullie gewoon... Die dierenactivisten die zijn echt blij met mij. Ik scheer ze gewoon in plaats van dat ik ze kill. Koeien? Nou, jullie mogen wel dood. Jullie heb ik al gewoon nodig. Dierenactivisten, dit spijt me. Oké, okay, dat betekent dat wij nu uit een master recept een bed kunnen maken. Die wij hier plaatsen vervolgens. En dan kunnen we slapen. En dan, hoppakee, dan is het ineens dag.
Oh, wat? Ik denk dat ik een dak op mijn huis moet doen, want ik heb geen dak op mijn huis. Ik ga een ex maken. Oh, maar dan heb ik hout nodig. Ik heb geen hout. Ik had toch een ex? Huh? Ah, het zal wel. Nog meer schapen scheren. Hier, laten we deze boom hakken. Vandaag, jongens, vandaag gaan we op avontuur. Het valt me nu ook pas op. Ik heb helemaal geen honger. Mijn eten gaat er helemaal niet af. Jongen, ik hoef hier niet op te eten. Ja. Vind je dat leuk? Of wil je gegeten worden? Wat is daar? Daar is niks. Er is ik kan me wel aankijken. Daar is niks. Nee. Nee! Oké, we hebben hier een zwamp gevonden. Denk ik. Ik denk dat dit een zwamp is. Het is letterlijk water met een paar van die dingen erin. Ik ga ze niet meenemen. Ik hou ze wel gewoon in het water. Dan kan ik er overheen springen. Dit houdt wel hakken gewoon. En trouwens, ik kan hier toch in principe nu een nieuwe crafting table maken. Hier. Hoppa. En dan vanaf hier stokken. En dan maken we een X. Kijk dit nou. Kunnen we de boom veel sneller hakken? Nemen we de crafting. Nou, die laten we staan. Die crafting table laat ik staan zodat ik mijn weg terug kan vinden. Dan herken ik van, oh, hier ben ik geweest. En dan kan ik gewoon doorlopen, weet je. Anders ja, dan raak ik de weg kwijt. Oh, wacht. We gaan ook blaadjes meenemen. Dat is leuk versier. Dan kunnen we mijn huis versieren. Ik heb het gevoel dat het echt nergens heen gaat. Ik ben... Oh, konijntjes. Oh, sterf. Free Fluffy in de reacties. Fluffy met de V, niet de F. Fluffy met de F is basic. Oh. Free Fluffy's broeder. Hey, wacht eens even. Wacht eens even. Wacht eens even, konijn. Ga eens aan de kant. Goed zo. Hieronder zit ijzer. Yes, we zijn rijk. We hebben weer ijzer gevonden. En het was er weer twee. Minit. Hey, ander soort hout. Krijg nou wat. Heb ik helemaal niks aan, maar gaat wel hakken. Oké, dit gaat helemaal nergens. Hey, jongens, laat ik maar gewoon weer teruggaan naar mijn huisje. Het is tijd om diamonds te halen. Dit heuveltje ziet eruit als een goede plek om te gaan minen. Oh, ik heb helemaal geen zin om dirt tegen te komen. Weet je wat? ik wil even privacy. Ik voel me dat ik in de gaten word gehouden. De hele... Een pickaxe stuk. Hey, ik zie een cave. Oh, we gaan naar de cave toe, jongens. Oké, hier moet tenminste wat zijn. Deze cave die we nu gaan vinden. Dit wordt tenminste wat leuks. Kijk, wat een mega cave dit. Oh my days. Oh. Ik zie bedrock, jongens. De bedrock is hier beneden. Alleen dat zien jullie niet. Zal ik deze val overleven? Als ik dit probeer. Hiervoor heb ik een waterbucket nodig. Oh, we moeten MLG'en, jongens. Oké, dit wordt hem. We gaan naar boven. Als het goed is, zijn we boven. Kom op. 1, 2. Oh, nice. Oké, dan kunnen we nu met trap kunnen we even maken. Oh, speedrun. Zo. Ik ging echt snel. Oké, nou, we hebben een trap gemaakt. Waar is mijn huis? Waar woon ik ook alweer? Volgens mij daar, hè? Ja. Mijn huis. Oh, wat fijn om weer thuis te zijn. Laat ik gelijk even slapen. Oké, vandaag, jongens, vandaag gaan we heel veel doen. Vandaag beginnen we met de kist. Het is een uitbouw. Dit noem je een uitbouw. Het is modern. We kunnen heel veel troep even in doen, want ik heb te veel troep bij me. We hebben nog één ijzer nodig. En dan hebben we gewoon... Oh, kijk eens. Dan hebben we gewoon alles wat we nodig hebben. Snap je hem? Dan hebben we gewoon alles wat we nodig hebben. Oké, laten we die ene ijzer even halen. Oké. Welkom in de mine. Cameraman, kan je een beetje om me heen kijken? Kan je daar kijken? Is daar iets? Daar. Een beetje naar beneden. Daar. Nee, daar, iets naar beneden. Daarin, klopt. Ja, goed zo. Ja! Ja, er is ijzer! Ja! Nou, en gelijk kool, dat kan ook geen kwaad. Maar ik zie ook echt veel ijzer. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Hier, kijk. Oh, jongens, moeten jullie zien. Prachtig dit. Oké, nu hebben we weer behoorlijk wat ijzer. Hebben we zin om helemaal omhoog te gaan? Nee, gaan we maar gewoon een crafting table plaatsen hier. En een furnace maken en die ook hier plaatsen. En dan daar gewoon het ijzer omsmelten. Zodat we niet genoeg hout hebben om een nieuwe pickaxe te maken. Ja, moeten we dan alsnog naar boven? Ja. Kijk, we hebben een ijzeren pickaxe. Maar dan heb ik net wel nog het ijzer tekort om een ijzeren bucket te maken. Dus laten we maar gewoon in plaats van gokken dat we deze sprong kunnen maken, naar beneden hakken. Want ik weet dat ik hier veilig naar beneden kan. Oké. We hebben hem! Oké, jongens, we hebben diamonds. Eindelijk. Oh, dat zou betekenen dat we obsidian kunnen gaan hakken. En dan kunnen we naar de nether. Dan kunnen we de nether... Oh, het is ook echt veel. Het is ook echt veel. Oh, er is meer. Wacht, ik laat het even zien. Er is meer. We kunnen naar de nether. Dat betekent dat we... We hebben hier... Hoppa, hatseflats. Apenootjes hier. We hebben genoeg diamonds. Oh, wat ben ik hier al lang niet meer geweest. En de dag is nog niet eens voorbij, jongens. Jemig. Oké, in ieder geval, ik ben thuis. Wat ik ga doen, is ik maak een diamond pickaxe. Nou, ziet er hartstikke leuk uit. Prachtig. Dan heb ik nog ijzer nodig. En ik heb niet zoveel ijzer meer. Ik heb nog een beetje ijzer nodig. Laten we even gewoon rondlopen. En dan heb ik op een gegeven moment waarschijnlijk wel een gevoel dat ik denk... Nou, onder mij hier in de buurt zal ijzer zijn. Huh? Ah! Nee! Nee! Dat had ik niet verwacht. Hey! IJzer. Oké, okay, please, please, please. Kom op, kom op. We zijn er bijna. We zijn er zo bijna. Kan ik deze sprong? Deze sprong overleef ik, toch? Ik heb hem niet overleefd. A few moments later. Ze liggen er nog. Mijn spullen liggen er nog. Ja. Ja.
Ja, we hebben het. Hé, hey, ijzer, dat gaan we gelijk even hakken. Uiteindelijk was het allemaal meant to be dat ik hier terecht kwam. Anders had ik nooit zo snel ijzer gevonden. En wie weet vind ik allemaal wel nog meer magische dingen op dit avontuur. Dat is erg magisch. Dit is allemaal erg magisch, jongens. We hebben gewoon diamonds gevonden. We gaan even stripminen tot we lava vinden. Want ik kan nu, als ik wil... Ik heb water nodig. Maar dan kan ik daarna ga ik lava maken. Ik bedoel, obsidian maken. Terwijl ik dit ijzer aan het hakken ben, besef ik me iets, hè, jongens. Dit voelt echt als zo'n... Ik overleefde 100 uur in Minecraft 2D. Dus laten we daar ook gewoon mijn titel van maken. Ik weet niet waarom. Voel je je geklikbait? Dan heb je pech. Het is mijn kanaal, mijn recht. Hou op! Ik hoop dat ik daar echt een titel van heb gemaakt. Oh, ik zie wat jullie ook zien. En jullie, ik ga het eerst vertellen, want jullie zien het ook. Dit zijn diamonds. Fancy. Het is echt vet veel. Oh, na een lange werkdag is het weer tijd om eventjes alles te gaan sorteren. In mijn prachtig gesorteerde kist hier. Vervolgens om al het ijzer te gaan smelten. Zodat ik ander soort ijzer terugkrijg. Nu heb ik een bucket met niks erin. Dan is het ook tijd om mijn diamonds goed te gaan besteden. Zo, hoppa. Top. Oké. Dan heb ik een goede diamond shovel gemaakt. Ik ben klaar voor oorlog. Wacht, ik moet armor maken. Hoppa. Hier. Ik ben er klaar voor, jongens. Klaar voor oorlog. Tijd om lava te vinden en obsidian te krijgen. Zodat we een netherportal kunnen maken. En oké, dan zegt mijn instinct dat het deze kant op is. Varken, heb jij lava gezien? Ja? Waar dan? Waar? Vertel het me. Vertel het me. Je kan wel ja blijven schudden. Ah, moet ik aan hem vragen. Oké. Goeiedag, Varken. Heb jij lava gezien? Ja? Welke kant op? Vertel het me. Kan je ook wel ja blijven schudden? Huh? Oh, daar naar beneden? Hier naar beneden? Schaap. Het varken zei tegen mij dat jij boven op de lava stond. Klopt dit? Oh, jij leidt me erheen. Leidt me naar de lava. Hier? Is dit het? Oké, prima. Goed zo. Ik geloof jullie. Ik ga volledig vertrouwen in van het schaap. En ze hadden gelijk, jongens. Ik weet niet hoe het kan. Ik ben gewoon erg goed met dieren, denk ik. Maar ik heb lava gevonden. Oké, laten we even een routetje ernaartoe bedenken. Oh, dit... Ja. Ja. Oh, en dan hak ik hierheen en dan hier zo verder. En dan... Oh, en dan gaan we helemaal gewoon verder hakken. Dat je er geen idee hebt waar de cameraman waar ik ben. En dan lesben dat niet. Hallo, ik ben hier. Oké, laten wij dit even goed aanpakken, jongens. Want als het goed is als ik zo doe... Ja, kijk, ik krijg obsidian, maar er zit er nog lava onder. Dus hoe we dat gaan cancelen, is door de huidige cancelcultuur te gebruiken. De lava moet me slaan en dan ga ik aangifte doen dat ik mishandeld ben. Als ik nou alleen deze hak hier, meer niet, gewoon puur en alleen deze. Ja, we hebben hem! Oké, kijk, en dan zo. Hoppa! Ja, dan moet ik gewoon hopen dat dit ook eens niet in de lava valt. Oké, jongens, we hebben alles wat we nodig hebben. We hebben 12 obsidian. Helemaal mooi! Oké. We zijn eindelijk weer veilig thuis. Laten we eerst even rustig nachtje slapen. En dan kunnen we nu hier plaatsen. Boom. 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 Waarom heb ik er 3 geplaatst? Boom. 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 Mijn prachtige netportal. Ja. Kijk, jongens, het is een... Hij is prachtig. Ik heb helemaal geen flitter steel. Nou, we gaan de mine maar weer even in. Nou, en nu maar hopen dat ik gewoon... Gref of flint krijg. Dat kan ook met als je dat met een shovel hakt, toch? Ja, kijk. En dan kunnen we maken. Een flint en steel. Oké, jongens. Dan is het eindelijk tijd. Ik heb jaren voorbereid. 100 dagen lang overleefd deze Minecraft survival. 100 dagen. Maar nu is het dan toch echt tijd om deze netherportal aan te steken. Oh, en dan gaan we erheen. In de volgende video, bedankt voor het kijken. Doei! Zo, nou, dan komen ze vast echt wel terug voor mijn volgende video.